Ja, we hebben jongeren die bij ons in de leefgroep verblijven en we hebben jongeren die we begeleiden die thuis zijn. De jongeren in de leefgroep hebben het heel lastig gehad, omdat er eigenlijk van in het begin beslist werd dat zij ofwel in de leefgroep moesten blijven ofwel thuis moesten blijven. En diegenen die in de leefgroep waren, mochten eigenlijk amper contact hebben met het gezin, alleen via digitale middelen, dus telefonisch of via beeldbellen. En voor de rest waren ze eigenlijk 24 op 24 uur in de leefgroep. Wat dat maakt, wat dat heel moeilijk is gelopen, omdat die jongeren natuurlijk allemaal in hun eigen rugzak hebben. Niet meer de afleiding hadden van vrienden, hobby's, school. Maar eigenlijk heel de tijd samen in één huis zaten, op elkaar sliep. En dat zorgde wel voor de nodige conflicten. Voor de gezinnen thuis, die eigenlijk niet gewend waren om hun kinderen de hele tijd thuis te hebben, was eigenlijk hetzelfde aan de orde. Die hadden ook heel weinig eigen ruimte, zaten op elkaars lip, was weinig afleiding en ook weinig netwerk waarop dat ze konden terugvallen. Vaak zijn dat ook gezinnen waar jongeren in hele kleine ruimtes wonen en niet buiten konden. Het schoolwerk komt daar bovenop, technische kwaliteiten van de ouders zijn ook niet altijd wat nodig is om huiswerk te kunnen begeleiden, laptops waren niet aanwezig. Ik denk dat er ook heel veel stress in de gezinnen leefde rond financiële zorgen, omdat die toch ook een grote rol hebben gespeeld. Ik denk dat vooral ook opvallend is dat kinderen en jongeren niet gehoord zijn heel die periode. Dat we eigenlijk wel schrijnende situaties hebben gehad. Die jongeren die weken, 7, 8 weken, ook kleine kinderen, 4, 5 jaar, geen fysiek contact hebben gehad met hun ouders. En dan daarna toch bezoek kregen, maar dan hun mama zagen voor een half uurtje op afstand met mondmasker. Wat dat heel moeilijk is gelopen, zowel emotioneel als ja, voor een psychologische ontwikkeling, heeft dat toch wel gevolgen die we nu nog altijd voelen. Ik denk, tips die we zeker aan de jongeren en de gezinnen hebben gegeven tijdens heel die periode is dat we zoveel mogelijk van op afstand hebben ondersteuning geboden. Toch vaak aan huis zijn geweest, gaan wandelen met de kinderen, met de ouders. Heel erg gezocht naar laptops die we in de gezinnen konden ter beschikking stellen uit deze periode. Ouders wat ondersteund in hoe werkt je daar nu mee met een laptop. En ook de kinderen. We hebben pakketten gemaakt waarin dat we uitdagingen maakten voor vaders en kinderen om samen dingen te doen, ze mee buiten krijgen, een aantal dingen gestuurd toch wel van buitenaf, heel veel contact gehouden. Ik denk dat het belangrijk is dat gezinnen ook gehoord worden als je kijkt hoe dat het gelopen is en hoe dat het nu ook nog loopt, want het is nog niet voorbij. Denk ik dat daar heel wat vragen en vrevels zitten die dan nog beantwoord moeten worden. Ik denk dat als ik nu terugkijk, of als ik zelf aan de macht zou zijn, wat zou ik nu belangrijk vinden? Dan denk ik dat het heel goed is om te luisteren van hoe is heel die periode geweest. Zowel voor de jongeren als voor de gezinnen, maar ook voor de mensen op het werkveld. We hebben heel veel situaties gezien, meegemaakt. Richtlijnen kwamen van bovenaf en eigenlijk moesten wij gewoon volgen. Dat geldt natuurlijk voor de hele bevolking, maar wij werken met een hele kwetsbare doelgroep waar dat we dan toch extra aandacht moeten hebben. Bijvoorbeeld geen contact kunnen hebben met ouders voor hele jonge kinderen is niet evident. Niet voor kinderen, niet voor de ouders, maar ook niet voor begeleiders. Begeleiders die 24 uur aan een stuk diensten moeten draaien, is heel belastend geweest. Ook daar oog voor hebben. Wat kunnen we voor de sector betekenen, voor de begeleiders zelf? Maar ik vind toch vooral participatie en luisteren naar hoe dat gelopen is en wat er anders kan naar de mensen zelf, de jongeren, de gezinnen en de hulpverleners, dat het eerste is wat ik zou doen.